Voor de bewoners van Woensel-West is het al duidelijk dat de branden in hun wijk worden aangestoken. Om de onrust weg te nemen wordt besloten tot versnelde sloop van al half vernielde panden. Langdurige leegstand en het bezoek van jonge en gespecialiseerde vandalen maakt ook dit huis ongeschikt voor renovatie. De dreigende verloedering van de buurt wordt door de bewoners met leden ogen aangezien. Ik zeg eens, Rome, alsjeblieft, nog even blijven staan. Nou, jongen, daar heb ik nog nooit gezien wat er gebeurt. Om aan de snel toenemende criminaliteit een halt toe te roepen, wordt in een container op het Edisonplein een tijdelijke politiepost ingericht. De directe aanwezigheid van agenten zorgt onmiddellijk voor een vermindering van het aantal inbraken. Buurtbewoners kunnen op een spreekuur terecht voor goede raad. Het succes van dit wijktoezicht is zo groot dat er plannen worden gemaakt om ook in andere buurten politie en andere gemeentelijke diensten dichter bij de mensen te brengen. De politie is op meer terreinen succesvol. Uit een speciaal aangepaste Turkse vrachtwagen wordt zo'n 50 kilo heroïne geschoven. Een aantal Eindhovenaren wordt aangehouden. De kwaliteit van het witte vergif blijkt goed voor een straatwaarde van 10 miljoen gulden. Na jaren van stilte laat ook de krakersbeweging in Eindhoven weer eens van zich horen. De mobiele eenheid komt eraan te pas om een voormalige bunker van Defensie aan de Jorislaan te ontruimen. De krakers verzetten zich tegen sloop die ruimte moet maken voor de bouw van luxe appartementen. Er wordt getrokken en gegooid, maar de overmacht is groot. De sloper laat er na de ontruiming geen gras over groeien. Op de katholieke begraafplaats van de Sint-Martinus-parochie in Tongelre worden door onbekende vandalen 115 grafstenen vernield. Het leed bij de onthutste familieleden is groot. De daders zullen niet worden gevonden. De vraag naar het waarom van dit soort zinloze vernielingen blijft onbeantwoord. Zinloos vandalisme is waarschijnlijk ook de oorzaak van een dambreuk in het Eindhovenskanaal die binnen een mum van tijd niet alleen de bouwput voor nieuwbouw, maar ook de bestaande gebouwen van nutsbedrijven aan de Nachtegaallaan blank zet. De brandweer heeft aan het leegpompen van de kelders handenvol werk. De schade blijkt onverwacht groot. Kostbare apparatuur is onherstelbaar beschadigd en met mannenmacht probeert men van het unieke film- en fotoarchief nog te redden wat er te redden valt. Dan eigenlijk maar het beste van hoop ik. Wanneer haastig een stevige dijk wordt omgeworpen, blijkt de stad aan een ramp te zijn ontsnapt. Een vloedgolf van miljoenen liters kanaalwater trok zijn spoor door dit laaggelegen deel van Eindhoven. Even is de stad ook in het wereldnieuws. Het bouwt uit een groot aantal cellen, dat in al die cellen alles ligt opgesloten wat ons tot mens maakt. En daar kunnen fouten op zitten. En die fouten, die blokkeren wij. Helaas zijn de fouten in het onderzoek van Buck aan de Technische Universiteit niet geblokkeerd. Het middel tegen AIDS blijkt waardeloos. De professor moet opstappen en het bestuur raakt in crisis. Wel vreugde om de uitreiking van de eerste diploma's van de theateropleiding aan de Hogeschool Eindhoven. Voor de medeleerlingen de gelegenheid om te laten zien dat er nog heel wat talent in aantocht is. Kijk, ze wordt gekust! Ze wordt gekust! Kijk, kijk, kijk! Lichterkooi, planken, eerbiedwaardige lichterkooi, planken, ze speelt alles. Ze speelt alles. Ze speelt alles. Ze speelt alles. Bessie, Roadhog.
bij de realisering van de Heuvelgalerie komt behoorlijk wat theater kijken. Voor jong en oud. Wethouder Van Veelen kan alvast een tekening van het nieuwe stadshart onthullen. En wat als afbeelding voor sponsorwerving aan de schutting prijkt, hangt op een wat grijze junidag in de lucht te pronken. Als symbool voor de start van de bouw van het muziekcentrum zal het instrument onder begeleiding van leden van het Brabantse Orkest veilig omlaag worden gedirigeerd door het eminente duo Frits Philips en Hein Jordaens. Ze stelen de show. Kan je er niet even een paar noten op spelen? En als we hier nog staan, dan dacht ik vanochtend, we herkennen in Eindhoven wel als lampengat, maar zoals ik het nu zie, is dit het notengat. Niet gestemde piano brengt voorlopig nog wat valse noten voort. En ook de discussies over de stijgende kosten van het muziekcentrum doen het nodige stof opwaaien. De hele binnenstad lijkt wel aan slopers en bouwers overgeleverd. De VVV maakt er een toeristische route van. Zie je ook echt, het past helemaal in de architectuur, aan de voorgevel van het Heuvelplan. De exploitant van het toekomstig beursgebouw op het Schimmelt heeft haast. Want de eerste beurs is hier al voor september 91 geboekt. Een race tegen de klok. Op het Vellenoord begint het nieuwe stationsgebouw al duidelijk vorm te krijgen. En aan de Vestdijk wordt een kantoor met stedelijke allure afgerond. De stad krijgt een nieuw gezicht. En er past een nieuwe gemeenteraad bij. En afscheid van oude gezichten. De berekende zetelverdeling. CDA 15 zetels. Partij van de Arbeid 10 zetels. VVD 5 zetels. D66 5. Ik heb de afgelopen 4 jaar heel goed gefunctioneerd. Ik kan wel zeggen dat ik de enige raadslid ben die ik heel goede contacten had met de achterban. Toch moet hij het veld ruimen. Een ander gaat uit eigen wil. We gaan aan de slag. Ik heb er zin in. Dankjewel. Zegt wethouder Van der Baar enkele maanden later als nieuwe burgemeester van Goorlen. Anders dan de gemeenteraad mag het nieuwe recreatiebad Eckersweijer zich verheugen in een hoge opkomst als de temperaturen in de zomer maar blijven stijgen. De plas is eigenlijk nog niet klaar, maar wegens de hitte toch opengesteld. Het nog beperkte toezicht kan in deze drukte niet iedereen in de gaten houden. Het verdrinken van een jonge badgast zou nog voor de nodige opschudding zorgen. Op de vliegbasis Weldschap wordt in de thermohut een echte hittegolf geregistreerd. Waarbij zelfs een temperatuur van 35 graden Celsius wordt gemeten. In de tuinderij moet men alles op alles zetten om de gevolgen van het on-Hollandse klimaat onder controle te houden. Nu starten. Voor de gasten op de overvolle kampeerterreinen in de regio blijft het echter een prima zomer. Met alle rituelen die daarbij horen. Het is ook hoogseizoen voor Vincent. En Nuenen laat in het Van Gogh-jaar zelfs de schilder nog even tot leven komen. De snelheid van koningin Beatrix bezoek valt moeilijk te rijmen met het tempo van het leven van toen. Maar men lijdt er niet zichtbaar onder. Komt dat door dus ja, maar dan hebben we ook nog. En dan zien we hier links weer een reproductie van een wever. Een wever aan het werk
Ook de 75.000 toeristen uit binnen- en buitenland krijgen een spoedbehandeling langs meer dan levensgrote reproducties en de echte voorbeelden. De geschiedenis van deze koren, olie- en zaagmolen gaat terug naar de 11e eeuw. De eigenaar van de Opwettense molen maakt van de belangstelling gebruik om zijn bezit voor een miljoen dollar aan te bieden. Maar zelfs voor Japanners blijkt dat een cijfer.